Ik vond dit de afgelopen 48 uur ongelooflijk indrukwekkend. En het is heel gek, want ik begin me nu pas echt thuis te voelen. Er zijn twee soorten. De een wordt van groen naar paars en de ander gaat van groen naar geel. Dat is zo vet. Wauw. Can I? Yes? Dit is dus de cocoa. Oké. Can I sit there? Ja, ja, ja. Ze zijn hier al hard aan het werk. Volgens mij hebben ze iets voor mij. Oké. Veronica. Hi, Sibiren. Sibiren? Sorry. Oké, draaien dus. En slaan, draaien, slaan, draaien, slaan, open. Oké. Ik ga mijn best doen. Ah. Het is gelukt! Yes! Wauw, yes. Oh, wauw! Hoe moet die? Goed, hè? Oh, dat is very good. Zo zoet. Het smaakt dus gewoon naar lychee. Oh, dat is waanzinnig. Like this? Yes. Met de ziek. Maar het is zo gek, omdat je dus helemaal niet verwacht dat het zo zoet zou zijn. Is dit sap? Ja. Hier, man. Is dit? Oh, nee. Lekker. Dit is de allerbeste limonade die je kunt krijgen. Ja, jullie moeten dit proeven, jongens. Dus nu liggen de bonen hier. Dan blijft dit voor hoe lang? Een paar dagen. Zes dagen blijft het zo liggen. Dan gaan ze het drogen. Ja. En dan wordt het naar de haven gebracht, uiteindelijk. Eerst nog naar het opslaglocatie. En dan naar de haven. Ja. En dat allemaal voor onze heerlijke chocolade, waar we zo gek op zijn. En de grap is, het is nu alleen maar nog lekkerder nu ik weet wat voor werk erin zit. Ik weet niet of ik kan zien, maar daarachter staat een meneer, een jongen in een rood t-shirt met een geitje. This is goat and chicken. These are the fritters. From the chief. We hebben er een reisgenoot bijgekregen. De geit is een geschenk van het dorp aan ons. En de herrie die je nu hoort, dat is het hele dorp dat reageert op de drone die nu in de lucht hangt. Ik vond dit de afgelopen 48 uur ongelooflijk indrukwekkend. En het is heel gek, want ik begin me nu pas echt thuis te voelen. En dan gaan we straks weer weg. Het is bitterzoet op dit moment. Bitterzoet gevoel. We gaan het nog een foto maken. Maar volgens mij gaan we gewoon een foto in de kamer. Normaal gesproken hou ik wel van een beetje aandacht, maar op dit moment is er heel veel aandacht.